video. Ik heb vandaag de Catrice update. De nieuwste. Hij kwam net binnen. Heel spontaan. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar hij is net binnengekomen. En ik dacht, ik zet de camera aan. En ik ga het tegelijk met jullie uitpakken. Dit tegenwoordig zo ingepakt in een doosje. Mocht je de updates vroeger wel eens hebben gezien van mij of van anderen. Zodat het in die plastic tasjes. Tegenwoordig zit het in een doosje. En dit is de update. Een aantal dingen van Catrice. Dus ik ben heel benieuwd. Laten we hem samen gaan uitpakken. Doosje. Waar het tegenwoordig in zit. En. Oh, zien we verder nog niet zo heel veel. Ligt er nog een boekje op. Of een flyer. Boekje met de producten. Even een preview van de items. Hij zit goed vol. En mochten jullie dus van een specifieke product een review willen zien op pinkit.nl of op Instagram of misschien hier, ik weet nog niet precies waar, laat dat dan sowieso weten, want dan kan ik er rekening mee houden en dan ga ik er misschien mee aan de slag. Dus ook random uit het doosje. Ik heb echt geen idee wat de prijzen zijn of zo. Die staan in het persbericht, heb ik nu niet bij de hand, want ik ben echt heel spontaan voor de camera gaan zitten. Maar ik zal proberen om alle informatie in de beschrijving te zetten, zodra de video online gaat. Maar grabbelen, want ik ben ook wel nieuwsgierig. Als eerst zie ik dan de Vitamine C Fresh Glow Primer van de Clean ID Line. En die ziet er zo uit. En er staat geen siliconen, microplastics, particles, parabenen. Dus ja, weet je, dat klinkt wel goed. Nogmaals, mocht je dus iets zien waarvan je denkt, nou, dan wil ik een review zien. Laat het even hieronder weten. Dan gaan we naar het volgende. Dat is ook een primer. Dit is de Perfector Poreless Blur Primer. Het is het nieuw design. Dus ik weet niet zo goed of dit echt een helemaal nieuw product is. Of een nieuwe verpakking alleen. Het leuke aan Catrice en Essence. Ze hebben tegenwoordig zoveel huidverzorging ook erin zitten. Die betaalbaar is en echt goed. Want ik zie ook bijvoorbeeld nu de Vitamine C Power Shot Glow 5 Days Ampoule Treatment. Hier ben ik zelf heel erg benieuwd naar. Ik had dus de update al gezien, zeg maar in het persbericht. En er zat één product bij waarvan ik dacht, weet je, ik weet nooit zo goed of de update wel of niet dat ik hem ontvang. En dat geeft ook helemaal niet, want ik ga net zo lief ook zelf naar de kruidvat om dingetjes te halen. Vind ik helemaal niet erg. Maar er zat één product waarvan ik dacht, als de update in de winkels ligt, ga ik dat halen. En die zit hierin. Dat is namelijk het Pro Slim Eyeshadow Palet Hint of Mint. Ziet het oogschaduwpalet eruit. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Maar ja, zoals de naam het afklapt, zitten er mintkleurtjes in. En ja, dat vind ik zelf heel erg leuk altijd. Dan weet ik niet zo goed hoe de kwaliteit is. Maar dat is het leuke aan het reviewen. Dan kan ik het proberen. Dus ja, hier ben ik echt super benieuwd naar zelf. Nou, dan gaan we weer verder grabbelen. Want echt, er ligt nog genoeg in. Er zit een mascara in. Maxit Volume en Lengthening Mascara. Lash Extensions Fibers. Ziet er zo uit in ieder geval. Ik ga hem niet openmaken, want dan moet hij binnen 3 maanden gebruikt worden. En ik weet natuurlijk niet of ik deze ga gebruiken of dat ik hem in een winactie doe of doneren. Dus ik laat hem nog heel even dicht zitten, maar ik vind de huls wel heel erg mooi. En ik zie nog een tube. De Clean ID. Wat is het? De 24 Hour Hyper Hydro Skin Tint. Oh ja, hier was ik ook wel nieuwsgierig naar. Hij ziet er zo uit. Ik hoop dat het een goede kleurmatch is. En anders ga ik hem zelf even halen. Want hier ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Had ik ook inderdaad gezien. En toen zag ik een product op het persbericht staan. Waarvan ik dacht, oh, dat wil ik wel proberen. Maar ik denk dat mijn dochter hem gaat gebruiken. En dat is Better Than Fake Lips Volume Gloss. Die ziet er zo uit. En dit is dus een plumping lip gloss. En dat doet me een beetje aan denken aan die van Too Faced. Even openmaken. Maar het stickertje maakt niet uit. Halen we er wel weer af voor de foto. Gewoon, ziet er zo uit. En het is waarschijnlijk dat het gaat tintelen of iets waardoor je lippen wat groter lijken. Dat is sowieso de trend. Had ik al gezien in de persberichten van Essence en Catrice. Dat het allemaal plump en volume is. Dus volgens mij is dat momenteel in make-up land, in beauty land sowieso een trend. En deze heet trouwens Maximum Glow. Dit is ook nagellakproducten. Nou, doe ik daar zelf niet zo heel veel mee. Dus ik ga kijken of Sterre ze wil gebruiken voor mee te testen. Of zwartje of wat dan ook. En dan gaan ze dus naar de winactie. Maar dit is Neon Bless Nail Polish. Nou, in een echt oranje kleurtje. En hij heet
Dazzling Orange. Nou, dat past precies bij de naam. Dan zie ik een kleur die ik geweldig vind. Ook uit de Neon Polish lijn. En dit is Flashing Pink. Dit is echt mijn kleurtje. Hij is zelfs zo roze dat de camera meer paarsblauw oppakt. Maar ja, dit is mijn favoriete kleur. En als laatst een Maxi Stay Gel Topcoat. Oh, dit kan trouwens nog wel handig van pas zijn voor sterren. Die moet dat altijd wel hebben. Die maakt echt zo'n potje zo op. Dus ja, die gaat Camouflage High Coverage Concealer in. 12 hours, waterproof, non-transfer. Wat een belofte. Maar de Catrice concealers gebruik ik al jaren. En altijd wel goede kwaliteit. Dus hier heb ik ook gelijk hoge verwachtingen van. En om bij te testen ga ik ook de HD Liquid Coverage Foundation proberen. Maar ik dacht dat dit er al was. Maar ik zie hier iets staan. With Skin Perfection Perfecting. With Skin Perfecting Niacinamide. Ik dacht eigenlijk dat deze foundation er al was. Maar misschien dat die is vernieuwd. Of dat dit helemaal nieuw is. Maar het flesje komt me zo bekend voor. Het ziet er zo uit. Waarschijnlijk ook weer in allemaal kleuren verkrijgbaar. En dit is 010 Light Beige. Ik hoop dat jullie nog even volhouden. Want er zitten nog wat dingetjes in. Zo zie ik ook nog iets van huidverzorging. Dit is de Hydra Supercharged Serum. Ik een lipstick, de huls die er alleen al heel erg mooi uitziet. Dit is Hawaiian Blossom Glow. En het is een glow lip balm. Volgens mij hadden ze die vorig jaar of vorig assortiment in het mint, dacht ik. Oh, dit is ook een kleurtje voor mij. Het ziet er zo uit. En waarschijnlijk iets met verzorging en een beetje kleur. Maar ja, leuk. En dan zie ik nog een huls waarvan, tenminste zie ik nog een lipstick waarvan de huls me heel erg aanspreekt. En dat is deze. En die heeft allemaal glittertjes. Ik hoop dat de camera het oppakt. Op de huls. Zie, ook qua vormgeving moet ik gelijk eigenlijk aan Huda Beauty denken. Die heeft ook zulke lipproducten. Ook zeg maar met het relief erin. Dus leuke dupe van Catrice. Voor de wenkbrauwen zitten er twee producten in. Namelijk de Brow Fix Soap Stylist. En dit is in de kleur Light Brown. En de Brow Liner On Point. En dit is Medium Brown. Even kijken, kan ik hem openmaken? Nee, die zit nog even dicht. En ik weet ook niet als ik de kleur kijk of dit mij gaat matchen. Dus die laat ik nog even dicht. Dan alweer bij het laatste product. En die ziet er ook echt heel erg leuk uit. Namelijk de Glow Lover Oily Infused Highlighter. En even kijken of ik die open krijg. Ziet er zo uit. En dit is in de kleur Glowing Peony. Het is een leuke update. En ik ga ook even dan kijken wat ik zelf ga houden. En wat ik weg ga geven. En waar ik anderen blij mee ga maken. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie van deze assortiment update vinden. Laat het vooral hieronder even in de reactie achter. Jullie weer bedanken voor het kijken naar deze chaotische video. Waar ik spontaan even de camera voor heb aangegooid. Ik was eigenlijk even andere dingetjes aan het doen voor Pinkit. En de pakketbezorger kwam met het pakketje. En ik had het helemaal niet verwacht eigenlijk. Dus ik was hem aan het openmaken. Ik dacht, oh, dat is Catrice. Heb ik camera aan. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende video.